Ja, en dan zijn we er. 10 uur bijna scherp. Goedemorgen, mijn naam is Ellen Liefting. En ik vind het leuk dat je naar mijn YouTube kanaal kijkt. Want ik ga je vanmorgen meenemen in heel veel leuke creatieve dingen. Nou, mijn naam is dus Ellen Liefting. En ik heb een creatief atelier in Egmond. In het mooie Nederland, Noord-Holland. En laat even weten waar jij vandaan komt. Schrijf het even bij de commentaren erbij. Ik zal niet constant reageren op alles wat je laat zien. Maar misschien doe ik dat wel eventjes als ik iets leuks voorbij zie komen. En ja, ik krijg er gewoon helemaal een beetje een kikker van in mijn keel. Want het is natuurlijk best wel spannend. Want wat is er aan de hand? Vanmorgen gaat een nieuwe creatieve bundel live. En ja, wat is dat nou? Nou, hier zie je een fotootje ervan. Dat is een creatieve inspiratiebundel. Die ik niet alleen maak. Die maak ik met 5 verschillende demonstratrices samen. Stamping-up demonstratrices. En dit keer niet eens, niet 5, maar zelfs 6. Want soms hebben we een extra gastdesigner. Nou, ik zal gauw de camera's op mijn handen richten. Ik heb wat nieuwe dingen uitgeprobeerd. Die en dan die en die. Nee, die en die. Preview. Kijk, hoe zie je nu mijn handen? En dan gaan we eventjes naar deze toe. En dan... Dit is A en dit is B. Nee. Zo kan je dus lekker... ik heb een leuk cursusje gevolgd met wat dingen erbij. Nee, dan krijgen jullie mij alleen. En nu moet ik even kijken hoe ik dat nou ook weer... Dit is 1. Zo gaat hij goed. Ja, moet je weer even wat dingen oefenen. Hè? Dat hoort er allemaal bij. Nou, ik zie al een heel veel mensen die kijken. Betty is er, Els, Wietske, goedemorgen uit Ridder. En goedemorgen vanmorgen uit Huis Kaspel. Inge is er, goedemorgen. En Jan Klaassen, goedemorgen. Jans Klaassen, sorry, uit Deventer. Ik dacht laatst dat ik misschien mijn brilletje niet meer nodig had. Nou, die hebben we nog wel nodig. Hé, hey, wat heb ik hier voor me liggen? Een creatieve inspiratiebundel. 5 keer anders. En die wordt dus gemaakt met 5 verschillende designers. Barbara, Ellen, Alice, Hester en Ineke. En deze keer zelfs een extra gastdesigner, Anita. En wat staat dit keer in de hoofdrol? De 5 inkollers. Ik moet even een slokje thee nemen, denk ik. Ja, sorry. Want ja, nou deelde naar zo'n zwoele, schorre stem te luisteren. Dat, nou goedemorgen Wietske ook uit Ridderkerk. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Dit keer staan de 5 nieuwe inkollers in de hoofdrol. En daar hebben we allemaal projectjes mee gemaakt. Nou, ik weet niet of iedereen bekend is met de spullen van Stamping Up. Dit is de mooie nieuwe jaarcatalogus. En als er een nieuwe jaarcatalogus uitkomt, dan worden er ook altijd 5 nieuwe kleuren gelanceerd. En het mooie van Stamping Up is ook dat de kleuren met elkaar combineren. Alle producten zijn... ja, hoe zeg ik dat? Op elkaar afgestemd, goed te combineren. Bouwina ook, goedemorgen. En dat is ja, dat maakt het gewoon dat je, nou ja, eigenlijk altijd, nee, het is natuurlijk wel welke draai je eraan geeft, maar het is heel goed mogelijk om mooie combinaties te maken. Ik zal het straks ook laten zien. Er zijn 4 hoofdkleurgroepen
En dan zijn er twee inkoddengroepen, dat zijn altijd 5 kleuren. En die gaan 2 jaar mee. En dan na 2 jaar valt de ene groep eruit en dan komt er weer een nieuwe in. En hier zo op pagina 123 van je catalogus staan dus die nieuwe kleuren die in de hoofdrol zijn. Nou, hoe kan ik ze het beste laten zien? En dan kan ik ook gelijk vertellen wat je dan allemaal hebt in zo'n kleur. Ik ken ze bijna uit mijn hoofd. Wij hebben de mooie kleur Pale Papaya. We hebben A Soft Succulent. We hebben Fresh Freesia, Polished Pink en Evening Evergreen. En het mooie is altijd, binnen zo'n kleurengroep past dat ook allemaal super goed bij elkaar. En nou ga ik eventjes deze wat kleiner maken. Dat kan, heb ik geleerd, want ik stond er wel heel erg groot op. Dan kan ik die eventjes zo en dan sta ik meer in het hoekje. Misschien, het is juist lastig of handig voor mensen die mij niet zo goed kunnen verstaan, dat ze kunnen liplezen. Dan staat het iets kleiner. Moet je misschien dat stukje beeld even uitzoomen. Met deze 5 kleuren kan je dus aan de slag gaan. En misschien leuk om ook eventjes te laten zien dat ik leuke pakketjes heb gemaakt. Dan kan je ook gelijk zien wat er allemaal in zo'n pakket zit. Ik doe er ook altijd even een foldertje in dat je denkt van, oh ja, hoe heet die kleur ook alweer? Ik noem dat mijn Incolor Club. En daarin heb ik, er zijn allerlei keuzemogelijkheden. Kan je via mijn site altijd even nakijken. Soms wil je gewoon ook even wennen aan die kleuren. En dan zijn die inktspots, die koop ik leeg. En die heb ik allemaal gevuld met een navulling. En dan heb je dus gelijk alle 5 de kleuren in je bezit. Wat ik adviseer om er ook altijd bij te doen, dat zit ook in de Incolor Club, zijn de stiften, de write markers. Natuurlijk doe ik er eventjes een Nederlands kantaligusje bij. En van iedere kleur zit er een pakketje bij. Met wat cardstock. Het mooie designpapier. En dat is wat we dus bedoelen. Met dat alles zo mooi bij elkaar past. Dit. En je gaat stempelen met die kleuren. Ik doe er als extraatje een leuk. Hebben we dus nu ook cadeauzakjes in die kleur bij. We hebben vellum. Daar gaan we straks ook mee werken. Een beetje mooi glimmeren. En ook lint. En diamantjes noemen we het. Ja, het zijn rhinestones van die embellishments. Geef het een naampje. Nou, in dat mooie inkollenpakket. En dat kan je kan alle 5 de kleuren in ene kopen. Maar je kan ook zeggen van nee, ik laat mij verrassen. Iedere maand een nieuw pakketje. Maar in ieder geval van iedere kleur. En het zit dan ook in zo'n leuke doosje. Dus dat geeft ook weer zo'n gezellige. Zit al die kleurtjes zitten erin. Nou. Dat is eventjes over het pakket. En dan gaan we straks daarmee aan de slag. Nou, wat is de 5 keer anders bundel? En we hadden zoiets van, we vonden het gewoon leuk om onze klanten en alle andere mensen eventjes een extraatje te geven. Dus deze maand, normaal gesproken geven we hem aan onze klanten, de designers die hem maken, als ze een bestelling doen van €40. Maar deze maand hadden we zoiets van, doe eens gek. We gaan hem gewoon iedereen geven. Wat we dan wel vragen is om eventjes 1 van ons 5 of 6 een mailtje te sturen. En dan kan je de PDF toegestuurd krijgen. En dan houden we jou ook op de hoogte van andere ontwikkelingen van ons bedrijf. Dus je krijgt gewoon af en toe ook een nieuwsbriefje en zo. Waar je je ook weer voor uit kan schrijven. Dus dat vragen we in ieder geval. Nou, wat zit er altijd in? Goede uitleg vooraan van welke producten we weer gebruikt hebben. Met alweer wat fotootjes, wat sneak peeks noemen we dat dan. Hè? En Ina is er ook trouwens. Goedemorgen Ina. En dan per project en per designer. En ik heb een keertje mezelf voorop gedaan. Ja, ja mag de roleren dat een beetje. Maar ze komen los. Hè? Tenminste, jullie krijgen hem toegemaild. Hè? Oh trouwens. Dat is wel leuk voor degene die dus dat pakketje hebben besteld met die inkollers. Die krijgen er maar bij. Daar druk ik hem even vooraf. Doe me ook weer eventjes gezellig erin. En ik had zoiets. Ik zat te bedenken. Ik denk, wat krijgen we nou weer allemaal? Mei maand komt eraan. Het is nog eventjes afhankelijk in welke regio je woont. Maar dan krijg je weer dat je de meesters en juffen wat wil geven. En het moet wel leuk blijven. Hoewel ik af en toe nu ook bedragen hoor dat ik denk, of je vriendin gaat op vakantie. En die wil je eventjes wat leuks mee geven. Een leuk tijdschriftje. Doe je er even wat persoonlijks bij. Of je vriendin gaat juist niet op vakantie. Of je schoonzus of je zus. Of je tante of je broer of je moeder. Noem iemand. En die wil je even wat leuks geven. Dan gaan we die broeken leggen voor maken. Nou. En dan zitten er dus nog
heel veel andere leuke projectjes in. Ik blader er even snel doorheen. Van de week op mijn blog ga je iedere keer een project terugzien. Want ik heb ze nog niet allemaal gemaakt, maar wel bijna allemaal. En ze zijn allemaal leuk. Ja, ja, hartstikke leuk. En dan laat ik hem weer eventjes anders zien. Want dat vind ik ook wel leuk. Even voor de goede orde, daar kom ik vanzelf. Barbara, die is ook een kei in filmen. En die gaat vanmiddag om, even uit mijn hoofd, 1 uur live. En dan staat het vast wel op haar site ook zo staan. Gewoon even in de gaten houden. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan eventjes. Hè. Dan krijg je dus ook een seintje van, ze is live. En doe dat dan ook bij Barbara eventjes. Dan kan je die ook volgen. Dus dan krijg je vanzelf een seintje. Die heeft die leuke doosjes gemaakt. En we hadden dus deze maand zelfs een extra iemand. Anita, die heeft meegedaan. En die heeft een hele mooie triple easel kaart gemaakt. En super leuk allemaal om te maken. Dus van de week op mijn blog verder. Meer voorbeeldjes van deze bundel. Oh ja, moet ik hem niet wegleggen. Want ik hou de uitleggen natuurlijk bij. Want zo kan je natuurlijk lekker te werk gaan. En ik ga nu met... ik had bedacht om met... Oh ja, ik wou zeggen de paarse. Nee, met fresh freesia ga ik aan de slag. En... maar je kan hem natuurlijk met allerlei stempelsets en allerlei dingen maken. Nou, wat ik altijd leuk vind is als je met zoiets aan de slag gaat... probeer ik ook altijd even te kijken dat je met je pop... papier voordelig uitkom, dat het past en dat klopt. Ik hou er niet van als je heel veel stukken overhoudt. Dus dat zie je altijd in mijn projecten terug, dat je er gewoon lekker veel kan maken. Uit 1 A4'tje kan je namelijk 7 boekenleggers maken. Jazekers. Ik ga zo de afmetingen laten zien. En als je er een bijpassend kaartje bij wil maken, haal je er 3 uit een A4'tje. Nou, zal ik de paarse erbij pakken. Nou zeg ik het weer, hè? De paarse. Verbeter me. Ik moet zeggen fresh freesia. Kijk, want ik heb er een bijpassend met de leuke viooltjes. Maar ga ik vandaag niet mee werken, maar ik heb hem hier met die mooie viooltjes gedaan. En rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. En dit is een kaartje voor jou. Dit is dus, die viooltjes is ook zo'n leuke Nederlandse set met Nederlandse tekstjes erbij. Ja, en zo werkt die dus. Zie ik een stukje magnetisch plakband. En hoe leuk is het? Vandaag zijn we met deze bezig. We doen hem gewoon over mijn hoofd heen. En hij blijft zitten. Je kan er niet een stapel boeken doen, maar dat doe je ook niet. Hè? Een boekenlegger leg je eventjes op de pagina die je wil hebben. Dus ik ga hem niet met de viooltjes stempelen. Ik ga met de stempelset werken bij die bloemetjes ook bij horen. En dit is dus zo'n kaartje. Ik ga het allemaal eventjes laten zien hoe we die maken. Heb je vragen of is het onduidelijk? Als je live kijkt, dan probeer ik alles te reageren. En kijk je het op een ander moment, schrijf je vraag er ook bij. Dan kan ik er misschien later op reageren. Nou, Barbara is er ook inmiddels bij. Barbara, klopte net dat jij om 1 uur live ging? En misschien, ik weet niet of dat lukt om dat erbij te zetten. Of nou ja, ze moeten gewoon, denk ik, Barbara van der Boom googlen. En anders moet je misschien handig om de link er even bij te zetten. Maar volgens mij moet het lukken als je op YouTube even Barbara van der Boom zoekt. Dan moet dat gaan lukken. Nou, ik pak mijn snijmachine erbij. Kijk, je pakt de beschrijving erbij. Dat werkt natuurlijk super lekker, hè? Kijk, even de materialen erbij waar ik mee gewerkt heb. En welke dingen waar ik mee extra dingetjes. En dan de afmetingen en hoe je hem maakt. Dus... dit lukt iedereen. Nou, ik ga eerst de boekenlegger maken. En ik pak even een nieuw stuk A4. En er staat, ik heb een stuk voor de boekenlegger een stuk kaartstok kaartkarton nodig van 3 bij 28 centimeter. Nou, ik ga er nu maar eentje maken. Maar wil je... Pauline zegt wat een leuk idee. Dat is altijd leuk om te horen. Wil je er gelijk een stuk of 7 maken? Kijk, dan ril je hem op 14. Je snijdt hem op 28 af. Dan heb je ze allemaal al gerild en gesneden. En dan snij je ze iedere keer op 3 centimeter af. Maar ik ga er nu maar eentje maken. Dat doe ik dan dus eventjes aan de rechterkant. Dan moet ik hem op 3 centimeter afsnijden. En dat komt dan beter uit
of dan heb ik meer grip door hem aan die kant te meten. Want dan heb ik dat hele bovenstuk zo liggen. Nou, die heb ik over. Daar gaan we vast heel veel andere leuke dingen mee doen. Nu moet ik hem eventjes afsnijden op 28 centimeter. Ik zal zo ook uitleggen waarom ik dat gedaan heb. Dan komt hij gewoon beter uit op de kaart. 28 centimeter. Dat staat ook allemaal hier, hè? 3 bij 28 centimeter. En dan rillen op 14 centimeter. Denk erom, hè. Niet snijden. Oké, Barbara zegt het klopt en ze probeert de linker bij te zetten. Nou, en anders gewoon even zoeken, hè, op dingen als het niet lukt. We hebben genoeg andere dingen te doen. Hey Gaby, goedemorgen ook. Nou, dit is de basis van de boekenlegger. En denk je, nou, is dit alles? Ja, ja, weet je, meer is het soms niet nodig. En de basiskaart, die gaan we ook gelijk even snijden. En die heb ik gewoon uit gewoon een wit basic white gedaan. En die snij ik op 7,5. Oh, er staat er 7,5 en dan 3 uit en na 4. Ja, nou ja, zo lees je dus 100 keer iets na. Maar dan klopt dat niet. Dan moet het 7 zijn. 3 keer 7 is 21 en niet 3 keer 7,5. Potverdikkempie. Dan zeg ik altijd, lees het 6 keer na. Dat doe ik en dan vergeet ik het toch nog iets. Ik ga even kijken of ik deze nou 7 gedaan heb of 7,5. Ja, 7. Potverdikkempie. Toch nog een foutje erin. Hij moet dus op 7. Ik ga hem nog even aanpassen. Een 7 bij 29. Want jullie weten het, ik hou niet van kromme maten. Ik werk niet met 29,7 en dingen en zo. Ik werk met 29. Daar snij ik hem op en dan ril ik hem op 14,5. En dat is al het snijwerk wat je voor één boekenlegger nodig hebt. Dan leggen we die even opzij. Het is zo makkelijk als je alles bij de hand hebt. Kijk, en daarom heb ik hem dus ietsje korter gedaan, de boekenlegger. Want dan past die binnen de kaart. Want als je die dus dezelfde lengte zou doen, dan zou die eruit springen. En dat werkt dan weer niet zo. Dan heb je ook nog een klein restje nodig om het houdertje te maken eroverheen. En dat heb ik met een pons gemaakt. Maar heb je dat niet, dat schrijf ik er ook bij. Oh ja, ik denk, waar staat het ook alweer? Ik heb het erbij geschreven. Ik heb de postzegelpons gebruikt. En anders gebruik je een stukje kaartkarton van 5 bij 3,5 centimeter. Nou, ik heb daar een leuke pons voor. Dus ja, waarom zou ik die niet gebruiken? De postzegeltjespons. Volgens mij heet die zo. Hier zijn heel veel andere dingen al uitgegaan. Zien jullie dat? Ja, nou, dan zijn de basisdingen klaar. En die, tenminste, klaargesneden. Dan is het handig om... gelijk ook alle hoekjes af te ronden van de ja, Barbara zegt, ik heb hem ook gemaakt op 7,5. Ja, dat blijven we ook tegen elkaar zeggen. Dat je het dan weer leest. En dan heb ik hem zelf ook heel veel keer nagelezen. Maar ik bedoel, hij is even ook leuk op 7,5. Alleen krijg je er dan geen 3 uit een kaartje. Dit is de trio pons. En daar kan je dus 3 verschillende, 2 verschillende hoekjes mee doen en een mooi ovaal gaatje ponsen. Zorg dat je hem goed in de hoeken zet. Nou weet ik niet of ik iedere keer het scherm helemaal heen en weer ga. Valt mee. Ik wou zeggen excuus anders. Alvast. Het is lang en smal, hè? Dus zorg wel dat, dat het goed bij elkaar blijft. Maar kijk, dan is het alweer net... weer heel wat anders dan dat rechte strookje van net, hè? Ik volg gewoon de gebruiksaanwijzingen. En dan kun je, misschien komen we nog iets tegen dat je denkt van, oké. Bestempel met dezelfde kleur. Ja, want dat vind ik gewoon mooi. Lekker ton-sur-ton werken.
klappapiertje om te stempelen even hier gelegd. Oh, daar heb ik al wel veel meer op gestempeld, maar dat maakt niet uit. Nou, dat is dus ook het mooie, hè? Dan kan je dus een soort watermerk iets krijgen met de Fresh Freesia met de inkt. Zo gaat die makkelijk open, dus die leg ik hier eventjes neer. En ik ga nu werken met de Flowers of Friendship. En dit is een stempelset, een mooie klingstempelset met hele schattige bloemetjes. Ik zag vanmorgen op het blog van, of op de Insta, ik weet het niet, van Barbara echt een schattig kaartje wat ze gemaakt had met die kleine bloemetjes. Even kijken, echt zo leuk. Gewoon een paar, nee niet gewoon, maar om het te verzinnen, superleuk. En een paar ingekleurd, dus je kan... Je moet even bedenken ook hoe je het gaat doen, hè? Want je gaat natuurlijk, dit is je basiskaart en deze komt erop. En hier moet dan wat op en dan ga je hier natuurlijk ook nog wat op stempelen. Oh, ik heb hem in de, ik moest even kijken, ik denk heb ik hem nou in de voorbeelden ook met deze gestempeld, maar dat heb ik niet. Dus dan is het extra leuk dat ik deze nu wel gebruik. Nou, ik doe hem op een lekker royaal blok, de grote bloem. En dan ga ik dat schattige kleine bloemetje, of tenminste dat tussenmaatje, het is dus nog een kleinere. Die ga ik op de boekenlegger doen. En dan moet je dus ook eventjes bedenken of je er een tekstje op wil hebben. Nou, volgens mij past deze precies hierop. Ja. Life is bitter with friends like you. Nou, absoluut waar. Wat zouden we zijn zonder vrienden? Ik heb mijn gripblok hier, of mijn ruitjesblok hierachter. Dus dan kan ik ook even kijken of hij... Moet ik wel eventjes goed... Het ziet er heel raar uit, denk ik. Maar dat is omdat ik even van opzij moet kijken. Ik blijf dat vaak toch wel even doen. Even een proefafdrukje, geen idee. Maar dat is gewoon een tik en die werkt goed. Om hem, beïnkt hem goed. Even een paar keer stappen. Niet te hard drukken, hè, op die stempel, die inktkussens. Want dat is echt allemaal niet nodig. En dan even de uitdaging om hem recht te doen. Geef de inkt even de tijd. Ik zit iets onder het beeld. Om... in je karton te trekken en je hebt een mooie afdruk. Leg hem even daar, tenminste nee, die ga ik niet meer gebruiken. Dus die kan ik gelijk even schoonmaken. Dat doe ik natuurlijk met zo'n chamois. Of mijn scrub, die heb ik ook wel eens vlak naast me liggen. Maar zo'n chamois vlakbij. Ruim je stempels altijd keurig schoon op. Dit pluist niet en als hij te vies wordt, dan... kan je hem weer mooi schoon krijgen met een vaatwastabletje. En als je hem weglegt en hij is hard geworden, even in warm water. En je spoelt hem tussendoor weer uit. En dan, dat werkt gewoon heel fijn. Nou, dan gaan we er natuurlijk leuk wat bloemetjes omheen stempelen. En ja, zoals ik altijd zeg, hey, nooit, nee, altijd het hele papier gebruiken en daarbuiten gaan. Dan verruim je... de looks, zeg maar, van het ontwerp, waardoor het groter, ruimtelijker is en interessanter. Heb ik ook niet verzonnen, hè? Dat zijn gewoon leerdingen, zeg maar. Nou, je kan op de achterkant dan zo'n heel leuk klein, nog één bloemetje doen of zo, of je doet daar nog je naam zetten of zo. En feitelijk kan je hem zo al doen. Maar dat doen wij natuurlijk niet, wij gaan er natuurlijk nog meer bij maken. Nou, dan weet je dat deze hier op de voorkant komt. En dan is het wel leuk om die grote stempel op de achtergrond te doen. Zo'n grote stempel leg je blok op zijn kop. In het midden komt je boekenlegger. Dus wil je die nog een beetje zien, dan moet je... Niet te laag en niet helemaal in het midden stempelen, want anders zie je er niks van. En zo heb je een mooie afdruk.
die er zo overheen. En dan ga ik verder. Ik denk, wat ga ik nog eventjes wat stempelen? Nee, ik ga wat sponsen erbij. Ik ben even op zoek naar mijn brush. Dat zijn die mooie brush markers. Je ziet, iedere keer is hij ook weer anders hoe je hem maakt. Maar dat is ook het leuke natuurlijk, omdat het zelf gemaakt is. Dit zijn hele zachte, brushmarkers zijn het. Maar het zijn dus hele dunne haartjes naast elkaar. Ja, kwasten, maar dan op een hoopje. En als je daar de eerste keer mee gaat werken, ga dat ook oefenen. Ga op een kladpapiertje, ga gewoon een beetje draaien. Ik heb natuurlijk al meer gedraaid. Je begint altijd naast je papier en zo draai je naar binnen toe. Kijk, waar het dus in die bundel om gaat, is dat we een idee aanreiken voor een project waar je dan daarna natuurlijk je eigen draai aan kan geven. Je ziet op de foto's de verschillende voorbeelden. Ik heb, omdat ik alle kleuren gebruikte, wilde ik ook wat verschillende dingen laten zien. Er zit een vuurtoren bij en de bomen. Ik had ook zoiets van, een roze zou je misschien niet zo heel snel geven aan een meester. Hoewel er niet zoveel meesters zijn, maar die is natuurlijk heel leuk om ook weer gewoon aan een man of aan je broer of je zwager te geven die je eventjes wat extra's wil geven. Kijk, zien jullie dat ik gewoon steeds mijn hele kleine beetjes inkt, ben ik zo aan het draaien. Even kijken. Little card, big thanks. Die is altijd leuk. En dan gaan we die nog op de onderkant een tekstje doen. Oh, ik ben wel goed plakken, Ellen. Hoewel ik denk, nee, dat wordt te veel. Ik kan het wel ben even aan het zoeken. Eventjes weer eens iedere keer wat anders verzinnen. Dat kleine bloemetje is leuk over dat het houdertje, zeg maar, te doen. Als je deze nou heel precies naast elkaar wil stempelen, ik doe het nu even uit de losse hand, dan kan je dat heel goed met een stempelhulp doen, hè? En bij Stampin' Up! Noemen we dat de stemperatus. Maar dan krijg je ze dus heel mooi precies naast elkaar. Je ziet hoe kraakheldere afdrukken dit zijn. Nou, wat ook een leuk effect is, om als je dan zo ton sur ton werkt, om daar wit. Om daar accentjes in aan te brengen met een wit potlood. Dat zien jullie wel op een afstandje ook. Ik ga niet heel erg netjes kleuren, dat hoeft helemaal niet. Maar gewoon even een paar lijntjes. Dan krijgt het net weer even wat meer diepte. Je kan het ook met een witte marker doen. Ik vind de potlood dan net eventjes subtieler. De combinatie kan ook nog. Ik weet niet of die er nog bij heb liggen. Ik kan het ook met een kwastje doen, met een penseeltje met witte inkt. Speel daar gewoon mee. Dus dit is op het paarse karton, op karton, kaartstok, kaartkarton. Sinds een tijdje worden alle dingen, is de webshop natuurlijk in het Nederlands en wordt het allemaal vertaald. Maar wij hebben af en toe zoiets nog van, oh ja, hoe noem ik het allemaal nog? Dus we proberen dat consequent ook de Nederlandse benamingen te houden. Ik weet dat ik vroeger ook zoiets had, wat is nou kaartstok? Nou, dat is gewoon stevig kaartkarton waar je een mooie kaart van kan maken. Ja, ik kan die moeilijker maken, hè? Deze moeilijker is het niet, zal ik maar zeggen.
Dan zie je even het verschil. Nou, ik heb ze natuurlijk nu allemaal laag gedaan, dus dan zie je niet het verschil. Die hulplijn kwam weer langs. Ik krijg het nog steeds op mijn iPad er niet uit. Kijk, eventjes wat accentjes aangebracht. Zo. Ik had bedacht om met één stempelset te werken, maar ik vind het een beetje saai hieronder. Dus ik ga er toch even een ander stempelsetje bij pakken. Ik heb een aantal favorieten op dit moment, maar de Quiet Meadow is ook wel een van mijn favorieten. Jullie weten, ik ben gek op stippeltjes. Ik heb mijn dies dan hierin. Ik heb net nog wat uitgestanst, dus ik heb ze nog niet goed neergelegd. En zo'n tekstje van niks of zo'n stippeltje, ja, daar word ik ook erg blij van. Dan ben ik snel blij hoor. Ik ga mijn stempels nu niet schoonmaken, maar dan leg ik ze wel alvast eventjes opzij. Dat ik ze straks gelijk schoon kan maken. En dat ik er nu niet met mijn handen in ga zitten. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Kleurpotloden worden per setjes ook verkocht trouwens. Maar een wit kleurpotlood heb je allemaal wel ergens liggen, denk ik. Ja, maar ik weet nog niet of ik nou de eerste afdruk wil. Het is een soort achtergrond wat ik wil maken. En dan ga ik even kijken hoeveel pigment. Nou is dit natuurlijk niet dit kartstok, maar het geeft wel ongeveer hetzelfde idee. Of ik de tweede of de derde. Als je namelijk bijvoorbeeld met Night of Navy gaat stempelen, met zo'n donkere, dan kan je soms wel de vierde afdruk doen of zo. Daar zit zoveel pigment in, maar dat is natuurlijk ook wel een hele donkere blauwe. Kijk, en nu heb ik zoiets van, ik moet de tweede afdruk hebben. En dan kan ik best de derde er nog eventjes onder zetten. En de boven ook. Maar ik wil vooral de tweede en dan de derde daar. Kijk, dan krijgt hij net, het is tenslotte een boekenlegger wordt het. Dan krijgt hij net even meer gorsje, zullen we dan maar zeggen. En dan vind ik het ook wel leuk om deze nog even op de achtergrond te doen. Dan krijgt hij ook nog een beetje boekenlegger idee. Oké. Stempelen allemaal klaar. Nee, ik wil nog wat anders laten zien. Heb ik laatste keer ook al even laten zien hoe je heel leuk die bloemetjes ook kan inkleuren. Nou, dat kan je dus met op dat paarse kaartstok heb ik dat gedaan met. Ik doe het wel even zo. Ik doe een beetje inkt. Heb ik dat met wit potlood gedaan. Dat zie je nou afmaken, Ellen. En nu doe ik even een beetje inkt op een blokje. En ik pak mijn blenderpen. En ik pak een beetje, kijk, want het is al even terug dat ik hem gekleurd heb. Dus deze inkt is alvast ingedroogd. Maar ik wil hem nog een beetje accent geven. En dan ga ik op deze manier. Dus ik pak een beetje inkt op. Dit kan je dus ook met je penseeltje doen. Maar een blenderpen heb ik gemerkt, dat is het is gewoon iets ander resultaat. En je kan er heel mooi subtiel mee ik wil nog wel eens uitschieten met de waterpenseel. En als je het heel nat maakt, dan moet je het ook niet op dit gewone papier doen. Ik had twee weken terug of zo, denk ik. Op een live heb ik die kleine bloemetjes ook hier zo mee ingekleurd. Nou, ik laat hem nu echt één kleur. Maar je zou natuurlijk ook, en dat liet ik toen ook zien, om hem met je stiften in te kleuren. Dan kan je dus meerdere kleuren in één afdruk krijgen. Als je nu denkt van waar heeft ze het over? Kijk even wat filmpjes terug. En dan zie je dat ik die stempel, de bloemen een andere kleur hebben als de blaadjes. En dat doe je dus met die write markers. Dit noemen we dan ook wel stempelstiften. En met deze stiften kan je dus je stempels ook heel goed inkleuren. Dus dan zou je ook drie verschillende kleurtjes bloemen kunnen doen in één afdruk. Geeft heel leuk resultaat. Die blenderpen, die maak je zo weer schoon. En dan is hij weer klaar voor het volgende gebruik. Nou, dit kan weg. Opruimhoekje. Ja, dan denk je, El, maar zo is hij toch nog niet klaar? Nee, klopt. Is hij ook nog niet. Heb ik ook niet gezegd, hè?
Maar ik ga wel dit alvast vastplakken, zodat ik daar niet dat niet meer kwijt kan raken, zal ik maar zeggen. Ik doe een klein stukje tear en tape. Waarom heet het tear en tape? Tear, scheur. Het is heel dun, dus je kan het heerlijk scheuren. Heb je iets wat aan de buitenkant uitkomt, ja, dan moet je het even netjes recht afknippen. Maar ik kan het nu dus ook scheuren. Nou, dan haal je de achterkantjes eraf. Je kan ze nog een klein beetje opbollen. Dat moet er natuurlijk tussen kunnen. Moet je even bedenken of je hem echt in het midden wil hebben. Ik denk het wel dat ik dat mooi vind. En dan doe ik deze er zo overheen. Dat hij strak aan ligt. En dat hij er dan dus goed blijft zitten, maar wel eruit kan. Ja. Dus nou, misschien denk je, ah, is klaar, is goed, kan. Maar Ellen, dat kan meer. Ik heb van dat mooie vellum. Ik heb dan van die mapjes, ik doe nu mijn dies in mijn stempeldozen. Dus dan hou ik die stevige enveloppen over. En daar bewaar ik dan al die in één kleur of in één set. Want de viooltjes papier, wat ook precies de kleuren van de inkolers heeft, dat past hier ook heel erg mooi bij. En dit is dus dat vellum met aan de ene kant een mooi glimlaagje en de andere mat. Dus net wat je wil. Bij die leuke stempelset van net kan je dus ook een pons aanschaffen. Als je dat tegelijk koopt, heb je altijd bundelkorting, hè, 10% korting. En dan kan je dus heel leuk die bloemetjes uitponsen. En we hebben er een stuk of drie nodig. Drie of vier, wat was het nou ook alweer? Waar is het voorbeeldje gebleven? Drie. Kijk, want we gaan eventjes deze decoratie maken. Kijk, nou heb je dus met zo'n pons. Ja, hij doet dus ook de blaadjes. Ja, ik ben altijd zo zuinig, hè. Maar dan ga ik dus even kijken hoe ik hem het beste... Want ik heb nu die blaadjes niet nodig. Dus dan doe ik hem zo. Dan moet ik wel het hele bloemetje hebben. En dan wil ik nog één grote bloem erbij. En die doe ik dan zo. Nou, dan doe ik het blaadje ook nog. Dan doe ik hem hier zo. Dan zie je dus dat je uit één zo'n, want het zijn 12 bij 12 vellen als je ze koopt. Maar uit één 6 bij 6je, ja, ik heb er al heel veel uitgehaald. Nou, je kan hem zo erop plat opplakken, maar het is leuker om hem een beetje zwoem te geven. Dat doe ik bijvoorbeeld door die bloemblaadjes zo even bij elkaar te pakken. Dan hou je het midden gewoon rond. Nou, het zijn twee verschillende maatjes. Die kunnen leuk op elkaar. We doen natuurlijk het glimkantje boven. Zit ik een beetje in het scherm? Ja. Vinden jullie het nog een beetje leuk? Zien jullie dat ook wel, dat je dat zelf kan maken? Of hebben iemand nog een leuk ander idee of voor wie je dat kan geven? Aan wie je dat kan geven? Kijk, en ik vond het wel leuk om deze dan hier op te doen. Ja, ik werk dan graag met glue dotjes. En volgens mij heb ik die... Van de week hebben we ook op een andere plek zitten werken. Ik geef de catacombe in, zoals we dat noemen. Ik loop even naar de werkplek. Want de workshops zijn weer begonnen, hè? Dus dan ligt er ook wel eens wat aan. Ik heb wel eens begrepen dat jullie ongeveer halverwege mij niet meer horen. Ja, joh, ik loop wat kilometers af hier zo. Heen en weer en heen en weer. Glue dotjes. Onmisbaar. Het zit op een rol. Je pakt even met een scherp dingetje.
Dit is zo'n handige precisiepen, noemen we hem geloof ik. De Take Your Pick Tool. En ik doe hem dan een beetje rechts van het midden. De volgende. Het is vellum, dus, want je wilde dus niet hele dikke klodders lijm tussen hebben. Want dat wordt er dan niet mooier op. Dat is geen gezicht. Kijk, en dat blijft dan zo mooi zitten. En dan doen we hem natuurlijk haaks op. Kijk, en dan hebben we dat bloemetje zo mooi een beetje omhoog. Nou, kan je dus bij die Take Your Pick Tool, kan je een aantal losse onderdelen. Omdat ik ze zo vaak wissel, dat heb je dus niet nodig, hè. Ik ben eventjes, sorry, moet ik mijn mond dicht doen als ik wat dingen lees. Ik ben eventjes wat reacties aan het lenen. Bawina zegt, net de vaathuis eruit geroepen met jou en nu de gasten weg zijn, gaan we bed af aan. Kijk, ik luister soms even. Ja. Ja, Bawina heeft een heel leuke bed and breakfast in Winsum. Ga je ooit het Pieterpad lopen of wil je gewoon leuk iets in de buurt van Groningen gaan doen? Een aanrader om daar te logeren. En Els zegt, nou dat redden we wel hoor. En Nina, ja dat redden jullie zeker. En Gaby gaat hem voor een vriendin maken. Nou, goed idee. Dit is dus de andere helft. Die kan je dus, je hebt er geen twee nodig. Hè? Maar ja, ik vind het dan wel makkelijk. Nou, bij die kan je dus ook in dezelfde kleuren kan je ook diamantjes kopen. Ja, ze noemen ze echt diamantjes. Kan er ook niks aan doen. Ik vind het leuk. En dit is echt een super handig. En weet je wat zo stom is? In het begin gebruikte ik hem gewoon niet. Maar dit is echt zo handig. Je schuift zo je diamantje eraf. Kijk, die blijft dan... waar is de camera? Daar. Die blijft dan zo aan dat ding hangen. Want dat zit een snotje, een beetje... sommigen noemen het een snotje. Kijk, en dan kan ik hem dus precies daar neerzetten. En anders zit je te emmeren. Ik moet netjes houden. Om dat van je papiertje af te krijgen. En dan plakt hij natuurlijk niet meer. Want dan zit dat plak zit al op je vingers. Maar nu zit hij ook precies waar je hem hebben wil. In het midden. Topje erop. En als hij niet meer plakt, dan draai je hem even op. En dan frummel je het eraf. Er zit zo'n heel zoortje, zeg maar, erin. Ja, klaar. Nu. Nog niet klaar. Dat zijn de jewels, noemen we ze ook wel. Lint, ook in dezelfde kleur. Want ja, ik vond dat die nog wel wat jonk mocht hebben. Kijk, dit komt dan boven zo'n boekpagina uit. Ik moet nog eventjes dat bloemetje, want ik had drie bloemetjes uitgeponst. Deze mag ook nog eventjes een beetje jonk krijgen. Ik dacht, die is dan leuk om weer op die bovenkant te doen. Ook zo'n onmisbare, hè? En ik had opgeschreven, je hebt ongeveer 12 centimeter lint nodig. Nou, ik weet niet of we dat gemeten hebben, maar ik geloof het wel dat dat echt wel klopt. Ik doe het niet te krap, hè, maar 12. Ik vind het altijd zonde als je dan weer 2 centimeter weg moet gooien. Ja. Weet je, Stamping Up is een supermooi merk. Ik zeg heel eerlijk, het is niet heel goedkoop. Het is wel waar ik het mee vergelijk. Maar het is dus geld dubbel en dwars waard. En dan is het ook niet meer duur. Dat zeg ik, het is ook net waar je het mee vergelijkt. Ja, als je het met stempels van de Acetion vergelijkt, dan wel. Maar ja, alle waar naar zijn geld. Ik heb niets tegen andere winkels, maar vergelijk het met appels met peren vergelijken, zeggen we dan. Kijk, eventjes gewoon bij je werk blijven, hè. Ik heb het bloemetje, heb ik er gewoon los bovenop gedaan. Kijk, je hebt dus een mooi inhammetje doordat je hem natuurlijk afgerond hebt. Ik doe er gewoon een knoop omheen leggen. En dan, ja, ik maak wel een platte knoop. Hè? Dus rechts over links, links over rechts. Hè? Kijk eventjes dat je uitkomt. Nou, 12 centimeter is dus meer dan genoeg. Maar het is wel leuk. Kijk, en dan moet je hem dus even met beleid... naar elkaar toe trekken. Ik ken omdat het nou van dat organza lint is, splijt hij hier een beetje. Maar omdat je 12 centimeter hebt gedaan, kan je dus nog een klein stukje ervan afknippen. Zodat die uiteinden weer netjes zijn.
En dan heb je dus een boekenleg. Ja, maar dat blijft er nog helemaal niet zitten. Nee, klopt. We zijn bijna klaar. Wat ik aan de binnenkant heb gedaan, is een stukje dubbelzijdig... nee, niet dubbelzijdig. Magnetisch tape. Knip dat niet met je pepersnips. Dat is zonde. Je pepersnips is gewoon je mooie scherpe stamping op schaartje. Hè? Die tot in het puntje knipt. Onmisbaar. Maar ga daar niet dit soort dingen mee knippen. Knip hier een stukje vanaf. Ja, dit haal je bij... Volgens mij bij de HEMA of... Oh, dat is te veel. Ik doe hem dan dubbel. Want dan heb ik twee dezelfde lengtes. Het plakt wel, maar niet echt genoeg. Het heet plakband, maar... Ik vind de plakkracht wel tegenvallen. En het is toch een magneetje. Dus ik vind het ook zonde als het er dan gelijk weer vanaf gaat. Dus ik doe een stukje. Ik zit volledig naast het beeld, sorry. Een stukje dubbelzijdig tape. En dat hoeft helemaal geen blauwe of ander tape te zijn. Hè? Maar gewoon een stukje dubbelzijdig tape aan iedere. Dus nog even extra op dat plakgedeelte. Dan haal ik er eentje. Haal ik de plaklaag vanaf. Dit maakt niet zo heel veel uit. Ik ga dat ook niet wegwerken. Want als je dat weer af gaat plakken. Dan is hij niet meer magnetisch. Want het is echt heel licht magnetisch. Je kan natuurlijk ook met losse magneetjes werken. Maar dat is vaak ook alweer dikker. En ja. Ik had juist zoiets van. Het moeten de cadeautjes zijn. Wat ook niet zo heel veel hoeft te kosten. En losse magneetjes zijn super leuk. Maar ook toch wel weer wat kostbaarder. Had je het gezien? Ik klets weer door. Ik had dubbelzijdig tape aan de andere kant gedaan. Dus dan weet ik dat ze gewoon goed op elkaar passen. Kijk, en dan... Ik weet niet of jullie het horen. Ja, ik weet het niet of je het hoort. Maar dan plakt het net... is het net magnetisch genoeg om hem bij je boek te houden. Kijk, en omdat je er een kaartje bij hebt... Ja, kan je natuurlijk hier zo nog... iets liefs schrijven. Dus diegene houdt een leuk kaartje eraan over. Kan hier ergens neerzetten. En het geeft natuurlijk helemaal leuk zo. Ik denk folie, strik eromheen. Bij een tijdschrift. Of gewoon zo van joh, je schrijft erin. Ik hoop dat je een momentje kan vinden om rust te vinden. Om bij te komen van een hectisch jaar. Of om wat te veel verzet allemaal. Baby heeft vast al een tekstje in haar hoofd voor wat ze bij de vriendin erop gaat schrijven. Nou, ik heb hem nu dus gemaakt met die bundel The Flowers of Friendship. Ik zal die andere ook van dichtbij eventjes laten zien. En het zijn dus allemaal ideetjes hoe je ze kan verwerken. Ik haal ze even van mijn leuke rekje af. Dat heb ik in het atelier staan. Ik weet niet of jullie dat zagen zo achter me. Zodat je kan zien wat je er allemaal mee kan doen. Kijk, dit is dus die... als ik wat opruim, kan ik ondertussen even denken hoe die ook weer heet. Peel papaya. En hier is die... kijk, heb ik ook weer van die witte accentjes erin aangebracht. De bloemetje aan de andere kant gedaan. Maar het principe is van allemaal... hetzelfde. Dus dat is de peel papaya versie. Hier is de polished pink. En hier is de soft succulent. En dan heb ik met een mooie nieuwe bomenset gewerkt. Hier is met die quiet meadow gestempeld. En kijk ook hier eventjes. Het zijn gewoon maar een paar streepjes. Maar dat bloemetje doet het bij allemaal goed erbij. Zie je, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Die kan daar mooi bij. Nou, ik had al eerder, die hebben jullie al eerder gezien, die met de viooltjes gemaakt. En dan heb ik op de boekenlegger, hier heb ik het andere viooltje er nog een keertje bij gedaan. En toen dacht ik bij die donkere kleur, de Evening Evergreen, heb ik met wit gestempeld. En witte inkt is altijd eventjes een uitdaging, maar als je hem goed... die moet je ook iedere keer zelf eventjes bijvullen, hè? Els vindt hem heel leuk. Nou, dat is altijd weer heel leuk om te lezen. Kijk, dus met die vuurtoren. Iemand die naar Egmondzee op vakantie gaat of zo. Lijkt me ook wel leuk.
Daar wonen we dus dichtbij. En deze heb ik dan vandaag gemaakt. En je ziet, hij is wat rustiger. Maar dit is ook net voor wie je hem maakt. Nou, met die mooie nieuwe inkollers kan je dus heel veel verschillende dingen maken. En die staan allemaal beschreven in deze 5 keer anders bundel met allemaal leuke ideetjes. Nou, vind je het leuk om te ontvangen? Stuur mij dan een mailtje of een van de andere designers als je daar ook al klant bent. En dan blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen. En deze maand is hij dus gratis. Ik krijg een pdf via de mail toegestuurd. En andere keren is hij gratis bij een bestelling van 40 euro. En iedere 2 maanden, dus het is nu 15 mei, juni, juli, dus in juli. En dat wordt ook weer een hele speciale editie. Dat kan ik alvast vertellen. En dat die speciaal wordt. En verder zeg ik nog niks. Want dat gaan jullie nog horen. Misschien leuk om... Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat jullie dit leuk vinden. En vandaag is ook de 15e, de laatste dag... Dat je je aan kan melden. Nee hoor, je moet niks. Aan kan melden voor de leuke online workshopdag. Op zaterdag 29 mei. Dus dat is over 2 weken vandaag. Hebben jullie dat ook? Na zo'n donderdag dat je denkt... Gisteren dacht ik dat het maandag was. Ik wou de makkelijke maandag gaan doen op mijn blog. Ik denk, nee, het is vrijdag. Dus alles door elkaar. En... ik haal eventjes deze naar me toe, dan kan ik even makkelijker praten. Maar dan moet ik straks weer op mijn handen zetten. Oh god, gaan we weer een ding is te... Oh, maar dat kan zo weer. Dus die dagen allemaal door elkaar en zo. Maar vandaag is het dus zaterdag, de 15e. En over 2 weken hebben we een online workshopdag. En daar kan je dus nog een pakket voor bestellen. En die ga ik nog eventjes laten zien. Voor degene die het besteld hebben, deze week gaat alles op pad. Maar dus dan krijg je of een berichtje dat het hier voor je klaar ligt of het gaat op de post. Ik moest al die kleurpakketten klaarmaken, dus de tijd was even te kort. Maar je hebt het op tijd binnen. En dus als je ook andere spullen besteld hebt, excuus als het iets langer duurt dan je gedacht had. Maar het komt eraan. Wat gaan we de 29e maken? Misschien heb je het filmpje al voorbij zien komen. We gaan dit leuke labelalbumpje maken. En je kan er foto's in plakken, maar dat hoeft helemaal niet. Je kan hem ook gewoon lekker leeg laten. Of alleen met leuke labels werken. Mooie teksten erin zetten. En ik wilde de foto's van de kraftmarathon graag verwerken. En je kan hem naar alle kanten toedraaien. Er zit geen vaste volgorde in, want je kan hem ook zo. En je kan hem op allerlei manieren klaarleggen. Het is dus een online workshoppakket. De workshops worden live gegeven op de 29e in een besloten Facebookgroep. En kan je de 29e niet, geen punt, dan kijk je gewoon op een ander moment. Heb je geen Facebook, ook geen punt. Ik ga ze verborgen op YouTube ook zetten en je krijgt de link toegestuurd. In het pakket zit het labelalbumpje, ja, nog niet in elkaar gezet, maar wel alle materialen zitten erin. Ik heb me leuk weggewerkt met die nieuwe border dies. En dat gaan we samen in elkaar zetten. Er zit een pakketje in, het zit dan mooi ingepakt, hè, maar nu moet ik het steeds weer uithalen, dus dan wordt een rommeltje. Er zitten allemaal labels in en allerlei andere leuke dingen. Er zit van dat leuke viooltjespapier in, want dat past er zo mooi bij, die leuke kleuren. Er zit een stukje van dat vellum bij, wat lintjes en wat cardstock, zodat je zelf ook nog andere projecten kan maken. Nou, je kan hem nog bestellen, ook in combinatie met, want daar ga ik vooral mee stempelen, met die Flowers of Friendship en die Pons. Hij ligt gewoon naast me. Dus je kan hem in combinatie met die bestellen. Maar dat hoeft niet. Als je zelf een andere bloemen of een andere stempel hebt, dan kan het ook. Hij is superleuk. Dus het kan daar ook nog bij in combinatie. Dus dat wilde ik nog eventjes zeggen. Niks vergeten? Nee. Leden van het Tulpenteam. Als je dus demonstratrice bent en je zit bij mij in het team, dan mag je dus gratis die dag meedoen met het online gebeuren. Het pakket moeten ze natuurlijk wel bestellen, want ja, het kan natuurlijk niet allemaal uit. Nou, ik zie leuke reacties van een leuk project. Misschien ga ik het delen, ga ik het zien. Als je er iets van gaat maken, vinden wij het leuk als je er de hashtag 5 keer anders bij zet. Dan kunnen wij het ook terugzien, dan kunnen we er ook op reageren wat je allemaal maakt.
En ik vond het superleuk om eventjes aan jullie te laten zien wat ik in deze bundel gemaakt heb. En alle 5 andere designers hebben ook hele leuke projecten gemaakt. Die heb ik al deels gemaakt en ga ik verder maken. Die ga je van de week op mijn blog voorbij zien komen. Heb je interesse in de bundel? Mail mij dan. Of je eigen demonstratie van een van de 5 designers. En dan ga je hem, kan je er ook mee aan de slag. Zoals gezegd, om 1 uur gaat Barbara live. En die gaat haar project laten zien. En vast ook nog wel andere dingen erbij. Nou, was gezellig, lees ik. Dat vond ik ook. En ik ga verder met allemaal hier een beetje opruimen. En nog allerlei dingetjes hier doen. Verder met de pakketten klaarmaken. En ik wens jullie alvast allemaal een heel lekker weekend. Het wordt binnenknutsel weer. Heerlijk, toch? Nee hoor, het is ook lekker om naar buiten te gaan. Even goed even lekker naar buiten gaan. Hey, genoeg gekletst. Ja, Wietske zegt ook, was gezellig om erbij te zijn. Nou, hartstikke leuk. Leuk dat jullie er waren. Heb je je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Of zie je dit op een ander moment? Even op die... Nee, je moet niks om. Druk even op die knop, hè. Dan vindt YouTube het nog leuker. Dan laat hij hem nog aan meer mensen zien. En is het voor mij nog interessanter om voor jullie allemaal leuke filmpjes te maken. Hey, dankjewel. Ik ben nog steeds Ellen Liefting van Creatief Atelier bij Ellen. In het mooie Rinnegom. En wens je een heel fijn